er lied uit Lucas 8, versen 4 tot 8 wil lezen. Dus Lucas 8, versen 4 tot 8. Toen er nu veel volk samenstroomde en uit elke stad mensen tot hem kwamen, sprak hij door een gelijkenis. Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogels des hemels aten het op. Een ander deel viel op de rotsbodem en toen het opkwam verdorde het, omdat het geen vochtigheid had. En een ander deel viel midden tussen de dorens en de dorens kwamen tegelijkertijd op en verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde. En toen dat opgekomen was, bracht het 100-voudige vrucht voort. Dit zegende, riep hij. Wie oren heeft om te horen, die horen. Abo. Als je wilt dat liedje horen op het einde, ik weet niet, als een smartphone kan aangesloten worden op die machine daar, of anders gewoon zo luisteren. Enfin, het einde van de preek misschien. Deze morgen zal ik u spreken over de vier ronden. De zaaier en dan de vier ronden. We gaan dat niet te veel in detail treden, maar toch zo een beetje een overzicht geven van die gelijkenis die ons jong zusterke hier voorgelezen heeft, uit Lucas 8, 4 tot 8. Maar we weten dat die gelijkenis in de drie evangelies verteld wordt. Dus is het goed van volledig de gelijkenis en dan de uitleg te lezen in de drie evangelies om een goed overzicht te hebben over die gelijkenis. Er wordt gesproken over een zaaier. En wie is de zaaier? En in Matteüs 13, vers 37, daar lezen we, ik lees alleen wat ons aanbelangt, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Dus de zoon des mensen, dat is Jezus Christus. Die is de zaaier. En dan wordt er ook over zaad gesproken.
En in Lucas 8, vers 11, daar staat er, en ik heb geprobeerd dat een beetje modern te doen zo, en je kunt dat volgen op dat scherm, dat is gewild. Daar staat Lucas 8, vers 11, het zaad is het woord Gods. Dus gewoon kort en bondig, zaad gelijk aan het woord Gods. Dus we zien dat er één zaaier is, Jezus Christus, en dat er één zaad is, namelijk het woord van God. En we weten dat het woord van God heel machtig is, want in Jesaja 55, 10 en 11, daar staan prachtige woorden, Jesaja 55, 10 en 11, daar staat de regen en de sneeuw vallen uit de hemel en gaan daar niet naar terug. Maar ze maken de aarde nat en vruchtbaar, zodat er planten gaan groeien. Die planten zorgen voor zaad, voor de zaaier, en voor brood, voor de eter. En in vers 11, net zo zullen de woorden die ik spreek, niet naar mij terugkomen, zonder dat ze hun werk hebben gedaan. Wat ik zeg, zal gebeuren. Dus God belooft hier dat wanneer hij zijn zaad zaait, het ook vrucht zal dragen. Zijn woord en het zaad zijn krachtig. En we lezen, of we herinneren ons, dat er vier gronden zijn, vier soorten aarde. En wat vertegenwoordigen die gronden of die soorten aarde nu? We lezen in Marcus 4, vers 15. Marcus 4, vers 15. En daar staat er: het zaad langs de weg zijn de mensen die het woord horen, maar bij wie de duivel onmiddellijk het woord steelt dat in hun hart was gezaaid. Dus dat in hun hart was gezaaid. Dus volgens de Bijbel is de grond, of stelt de grond, het hart voor van de mensen die luisteren. Dus zien we dat er vier soorten harten zijn. Er zijn drie soorten harten die niet wenselijk zijn. Er is slechts één op de vier harten die wenselijk is. Drie van de harten, dus drie van die mensen, eindigen in de groep van Satan. En er is slechts één, 25%, één van de vier die aan Gods kant komt en blijft tot het einde. Dus we gaan deze morgen een grondonderzoek doen, een hartonderzoek. En we beginnen met het zaad dat valt aan de kant van de weg, langs de weg, zoals ze in West-Vlaanderen zeggen, langs de weg. En in Lucas 8, vers 12, daar staat, Lucas 8, vers 12, daar staat, het zaad dat langs de weg valt, zijn de mensen die het woord wel hebben gehoord. Ze hebben het woord gehoord. Dus iedereen in die gelijkenis, die hoort het woord. Men zal onmogelijk kunnen zeggen, of ze zullen onmogelijk kunnen zeggen, we wisten het niet. We waren er niet van op de hoogte. Iedereen is verantwoordelijk. En dan staat er verder, maar bij wie de duivel komt. En we zien dat de duivel geen denkbeeldig fenomeen is, maar dat het een realiteit is, een werkelijkheid in ons dagelijks leven. Dus er staat dat
maar bij wie de duivel het woord uit hun hart rooft. Daardoor geloven ze niet en worden ze niet gered. Die vertaling is een beetje populair zo, maar in sommige gevallen is het goed, want het dringt dieper door in ons verstand. Het is meer verstaanbaar. Dus ze geloven niet en ze worden niet gered, omdat de duivel het woord van God uit hun hart rooft. Dus dat zaad dat langs de weg valt, het begint zelfs niet te kiemen. Zodra het, staat erbij, zodra het in het hart komt, neemt Satan het weg. Ze horen het woord en onmiddellijk verwerpen ze het. Ze weigeren het te aanvaarden wat God hen wil leren. En in de Bijbel kunnen we een paar voordelen aanhalen om dat te illustreren. Je kent allemaal Paulus, de grote zendeling, die door Jezus Christus geroepen werd. Op een dag stond hij voor een zekere meneer, hooggeplaatste persoon, die Felix heette. Hij preekte een geweldige preek in het bijzijn van Felix. Ik denk dat hij gouverneur was, hooggeplaatste persoon. En Paulus hoopte dat Felix de boodschap zou aanvaarden. Maar in Handelingen 24, vers 25, daar lezen we iets dat heel tragisch is, heel spijtig. Paulus sprak ook over rechtvaardigheid en zelfbeheersing en dat God op een dag over de mensen zal recht spreken, dus dat er een oordeel zal komen. Toen werd Felix bang. Hij zei, het is genoeg voor vandaag. We gaan een beetje stoppen, een pauze nemen. Als ik later tijd heb, dan gaan we daar terug over spreken. Dan laat ik je wel terugkomen en we gaan er weer over spreken. Maar we lezen nergens dat er een tweede gelegenheid gekomen is voor Felix om daar verder over te spreken. En dan in Handelingen ook, dus hetzelfde boek, dan staat Paulus ook voor een ander hooggeplaatspersoon, een koning. En dat was koning Agrippa. Dus een koning zoals koning Philippe van België. Ik weet niet of er al iemand voor onze koning gesproken heeft over het oordeel en het evangelie. Maar u ziet, in de tijd van Paulus was dat nog niet te moeilijk. En profiteerde Paulus van die gelegenheid om ook een mooie preek te preken over het evangelie. Een machtige boodschap over het aanvaarden van Jezus Christus en zich klaar te maken voor het oordeel. Misschien zou dat goed zijn dat onze koning en de koningin, die heel lieve mensen zijn, en misschien is het nodig dat ze dat ook eens horen, dus rechtstreeks van de Bijbel, zoals Paulus dat gedaan heeft voor de koning die Agrippa heet. Dus, en wat gebeurt er op het einde van de preek van Paulus? In Handelingen 26, dus een beetje verder. Handelingen 26, versen 27 en 28. En Paulus, vol vuur en vol vlam, die interpelleert de koning. Hij zegt, koning Agrippa, gelooft u de profeten? Ik weet dat u die gelooft. En Agrippa, die reageert en die zegt tegen Paulus, je wil wel heel snel een christen van mij maken. Of in andere vertalingen staat er, het beweegt mij bijna een christen te worden.
En we weten dan de reactie van Paulus verder in dat hoofdstuk. We zien dat Agrippa ook de kans niet aangrijpt. Dat dat woord dat hij hoort, dat zaad dat in zijn hart valt, dat Satan het onmiddellijk eruit neemt. Het zijn droevige toestanden, tragische toestanden. Felix die zegt aan Paulus, ik zal op een andere keer, op een andere dag je terugroepen. En misschien zal het dan beter passen. Dus hij stelt het uit. En Agrippa die zegt, wat je vertelt is zo boeiend, zo interessant, zo overtuigend. Je hebt me bijna overtuigd om Jezus te volgen. Het zaad. En die voorbeelden viel langs de kant van de weg. Het kiemde niet. Het werd onmiddellijk uit hun hart weggenomen. We denken ook aan de tragische situatie van de eerste christelijke martelaar, Stefanus. De toehoorders die naar hem luisteren. De laatste preek, de laatste boodschap die Stefanus bracht toen hij nog in leven was, juist voordat hij gestenigd werd. Handelingen 7, 54, 58. U ziet dat in die tijd Stefanus, Paulus en zeker ook anderen de boodschap brachten voor grote mensen, kleine mensen en dat ze het evangelie brachten, hoe die mensen konden gered worden en ook over hun verantwoordelijkheid. Vandaag wordt het soms gezegd, dat mocht je niet zeggen en dat mocht je niet zeggen, want je zou de mensen kunnen kwetsen, offenseren. Paulus bracht die boodschap in liefde. Maar met overtuiging. En in Handelingen 7, Stefanus doet juist hetzelfde. Hij brengt het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus. Handelingen 7, 54 tot 58. Daar staat er, toen ze hoorden wat Stefanus over hen zei. Dus Stefanus was aan het zaaien en het viel in hun hart. Langs de kant van de weg. Hoe reageerden ze toen ze hoorden hoe ze gered konden worden? Wat Jezus voor hen gedaan had. Hoe reageerden ze? Ze werden razend. Ze knarsten met hun tanden van woede. Alleen omdat Stefanus probeerde hen te zeggen hoe ze het eeuwig leven konden hebben. Maar Stefanus was vol van de Heilige Geest. Vol van de Heilige Geest. Hij keek naar omhoog, naar de hemel. En hij zag de stralende aanwezigheid van God. Ook zag hij Jezus naast God staan. En hij zei, kijk, ik zie de hemel openstaan. Ik zie de mensenzoon naast God staan. Maar ze begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun vingers in hun oren en ze stormden als één man op hem af. En ze sleepten hem buiten de stad en ze stenigden hem. Ze gooiden stenen totdat hij dood was. Dus ze verwierpen Gods machtige boodschap die gebracht werd door Stefanus. In de eindtijd zal het niet beter zijn. Er gaan ook dergelijke mensen zijn. Mensen die de boodschap van de antichrist gaan volgen in plaats van Jezus Christus. In 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. Hans het hoofdstuk spreekt over de antichrist. Het woord is niet gebruikt. Waarschijnlijk was het nog niet in de mode in die tijd. Johannes, het einde van de eeuw, die gebruikt de uitdrukking antichrist. Hier gebruiken ze andere uitdrukking. De man der zonde
enzovoort. Man des verderfs. En andere uitdrukkingen om dezelfde macht aan te duiden. Dus versen 9 en 10, wat staat daar? Luister goed. Die wetteloze mens, dus de antichrist, komt aan de macht door het werk van de duivel. Met de macht van de duivel zal hij allerlei bijzondere dingen en wonderen doen. Daarmee zal hij de mensen bedriegen. Bedriegen, liegen, bedriegen. Hij stookt de mensen op om allerlei slechte dingen te doen. En de mensen die verloren gaan. En waarom gaan ze verloren? Omdat ze hem bewonderen. Ze zullen hem bewonderen. En ze zullen hem geloven. Ze zullen doen wat hij zegt. En hoe komt dat? Dat ze de leugen volgen. Dat komt doordat ze niet van de waarheid hebben gehouden. Je moet van de waarheid houden. Je moet de waarheid lief hebben. Waarom? Wat zegt Jezus? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat zegt de Bijbel nog? De waarheid zal u vrijmaken. Ze hadden geen liefde voor de waarheid. En wat kan de waarheid doen? Wat staat er op het einde van het versje? Die hen had kunnen redden. De waarheid had hen kunnen redden, had hen kunnen vrijmaken van de zonde. Jezus Christus, de waarheid, de weg en het leven. Het is een ernstige situatie, Gods woord te horen en onmiddellijk te verwerpen, zodat het zelfs niet kan beginnen kiemen. Satan neemt het woord weg uit hun hart. En zij die dat soort grond hebben, dat soort hart hebben, zijn verloren. Dat is wat de Bijbel zegt. Gelukkig is er nog een tweede soort grond. En we gaan eens zien hoe die tweede soort grond is. Het is de steenachtige grond. Lucas 8, vers 6. Daar staat, in vers 6 van Lucas 8, een ander deel van het zaad viel op rotsgrond. Dus tussen de stenen. Toen het zaad opkwam, verdroogde het doordat er geen vocht in de grond zat. Dus hier is er een rots, maar er is ook grond. Er zijn stenen, maar er is grond rond, aarde rond. En het zaad begint te kiemen. Het zaad begint te kiemen. Het begint zelfs te groeien. Dus die grond hier is anders, die aarde is anders. De eerste aarde, in het eerste geval langs de weg, voordat het zaad kon beginnen kiemen, kwam Satan onmiddellijk om het weg te nemen uit het hart. Maar hier begint het zaad te groeien, maar er is een probleem. Er is niet genoeg vocht in de grond. De grond is niet nat genoeg, niet genoeg regen. De grond is te droog en te steenachtig. De grond is niet zuiver. In Matteüs 13, 5 en 6 lezen we, Matteüs 13, 5 en 6, een ander deel viel in steenachtige, een ander deel viel op rotsgrond waar het niet veel aarde had. Daardoor kwam het zaad snel op, maar toen de zon opkwam, hing het dood. Het verdroogde doordat het haast geen wortels had. Dus je ziet het probleem hier in Matteüs wordt meer in details besproken. Dus we zien dat er grond is, maar er zijn ook stenen. Er is vocht, maar er is niet genoeg vocht. De grond is niet nat genoeg. En dan hebben we de zon. De zon die opkomt,
die warmte heeft. En wat doet de zon met die jonge, tengere plantjes die opkomen, die opgeschoten zijn? Ze verbrandt die planten. Ze verschroeit de plant die opkomt. Dus dat zaad heeft weinig gelegenheid om vrucht te dragen. Dat zaad, dat zijn de mensen die als het evangelie gepreekt wordt, onmiddellijk en vol enthousiasme, die nemen het woord aan. Vol enthousiasme, ze zijn vol gevoelens. Het zaad valt in hun hart en ze zeggen, maar ik heb dat nog nooit gehoord. Daniel 2, die profetie van dat beeld. Ik heb dat nog nooit gehoord, dat is zo mooi, zo prachtig, je kunt daar niks tegen opbrengen. Fantastisch. Die zijn vol vuur en vlam. Vol ijver. Maar, wat gebeurt er? De zon komt op. Er komen beproevingen, er komen zorgen in het leven. Er zijn veel mensen die denken wanneer dat ze christen worden, adventist worden, wanneer dat ze Jezus volgen, dat ineens al hun problemen gaan opgelost worden en gaan genezen, dat er geen verleidingen meer gaan zijn, dat er geen moeilijkheden meer gaan zijn, dat iedereen mooi en vriendelijk en liefdevol is. Maar de zon komt op en die wordt warm, die wordt heel warm. En waarom denken de mensen dat? Omdat dat in sommige kerken zo aangeleerd wordt. Het evangelie van de van de rijkdom of van de welvarendheid. Neem Jezus aan en je gaat zien, alles gaat uit de hemel vallen. Geef mij uw salaris en bid de Heer en hij zal u zegenen. Veel kerken wordt dat zo voortgebracht. Er zijn mensen die dat geloven. In de Bijbel staat het niet zo. Ja, we gaan zeker gezegend worden. Maar we gaan zien wat er nog zal zijn. We gaan zien wat er nog gebeurt. Want Satan die slaapt niet. Die slaapt niet. En we weten allemaal dat het na onze doop is, nadat we onze beslissing openbaar gemaakt hebben, dat dan de meeste moeilijkheden, verleidingen komen. Waarom? Omdat we beslist hebben Jezus te volgen. En omdat Satan, onze vorige vader, niet tevreden is. Want hij heeft een van zijn kinderen verloren. En hij zal alles doen om u terug te krijgen. Al de macht die hij heeft, ik weet niet hoeveel macht hij heeft, maar hij beschikt over bepaalde troeven om te proberen ons terug te winnen. Als hij een kind verloren heeft, dan wil hij dat terug. En hij maakt alles zo moeilijk mogelijk. Mensen zijn opgewonden wanneer ze het evangelie horen. Maar dan komen ze terug in de werkelijkheid van het leven, van de familie. De familie die er misschien tegen is, de collega's. Want ze zien dat er verandering komt, wordt misschien belachelijk gemaakt of gewoon genegeerd. De buren, de vrienden, alles verandert. En dan komen de eigen gewoonten van vroeger ook terug. Die oude mens die was wel in het water en normaal zou hij verdronken moeten zijn, maar hij spartelt tegen en hij komt terug naar boven. En onze gewoontes, onze eigen ik komt terug naar boven.
En we zijn dan soms een beetje ontmoedigd. En het gevolg is dat er veel mensen dan de rug terugkeren aan Jezus. Ze keren de rug aan Jezus. Wegens al die moeilijkheden, al die problemen. Want ze hadden dat zo niet verwacht. Die grond stelt mensen voor die Jezus dienen en die ook zichzelf nog proberen te dienen. De stenen, of die steen, die rots, die stelt het stenen hart voor. We willen wel de Heer dienen, maar we willen ook nog aan de andere kant ons eigen leventje voortleven. We willen ook nog onszelf dienen. Jezus wist wat de situatie was. Hij zei, niemand kan twee heren dienen. Onmogelijk. Onmogelijk twee heren te dienen. Jozue, die zei hetzelfde aan zijn volk. We kunnen God niet volgen met een gespleten hart. Het is alles of niets. Het is geen buffet waar je neemt wat je graag hebt. De rest dat je niet graag eet, je laat het voor de anderen. Met God gaat het zo niet. Er zijn passages in de Bijbel die zeggen wat er gebeurt wanneer we het evangelie ontvangen. En we gaan een van die passages lezen in Marcus hoofdstuk 10, 28 tot en met 30. Marcus 10, 28 tot 30. En daar staat er, het gaat over Petrus die reageert. Jezus had gezegd hoe moeilijk het is voor rijke mensen om het koninkrijk Gods binnen te gaan. En dan hebben we de reactie van Petrus. En wat zegt Petrus? Heer, wij hebben alles achtergelaten en zijn nu gevolgd. En wat zegt Jezus? Luister goed, Petrus. Ik zeg jullie dat iedereen die zijn huis of broers of zussen of moeder of vader of vrouw of kinderen of akkers heeft achtergelaten voor mij en voor het goede nieuws, het evangelie, 100 keer zoveel terug zal krijgen. Prachtige beloften. Nu in deze wereld zul je huizen en broers en zussen en moeders en kinderen en akkers krijgen. En wat staat erbij? En vervolging. En vervolging. En meestal hebben we dat niet graag. We hebben graag die akkers, de kinderen, de zussen, de huizen, maar vervolging niet. En dan staat er verder. En in de wereld die nog komt, krijg je het eeuwige leven. Dat is wat Jezus zegt aan Petrus en al de anderen die aan het luisteren zijn. Dus Jezus die had gesproken hoe moeilijk het is voor een rijk mens, iemand met veel geld, om in het koninkrijk Gods te komen. En hier zien we de reactie van Petrus. We zien dat er veel zegeningen zijn. We krijgen een nieuwe geestelijke familie. Maar Jezus voegt eraan toe dat het zal gepaard gaan met vervolgingen. Zijn kerken, zoals ik reeds gezegd heb, die zeggen dat wanneer je Jezus aanvaardt, je gaat rijk worden, voorspoedig zijn. Alles gaat heel goed gaan, geen problemen meer. Maar we zien dat de Bijbel
ook zegt dat er vervolgingen zullen zijn. In Matteüs 10, 34 tot 39, daar lezen we de realiteit van de situatie. Dingen, zaken die we niet graag lezen. Jullie moeten niet denken dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Er waren mensen die het dachten en Jezus zei, denk dat niet. En dan herhaalt hij het nog eens, om erop te drukken. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Eigenaardige uitdrukkingen. Ik kom strijd brengen tussen wie? Tussen vader en zoon. Tussen moeder en dochter. Tussen een vrouw en haar schoonmoeder. De mensen, en ik vind dat zo tragisch, zo droevig. De mensen met wie je in één huis woont, zullen je vijanden zijn. En dat huis moet je niet alleen letterlijk bepalen, maar kunt je ook symbolisch bepalen. Want hier zijn we ook in familie, huis. En wat staat er? Die zullen je vijanden zijn. In een andere vertaling staat er, iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Onze broeders, zusters, onze vrienden van de waarheid, die zullen onze vijanden zijn. Vers 37. Als je meer van je vader of moeder houdt dan van mij, ben je mij niet waard. En als je meer van je zoon of dochter houdt dan van mij, ben je mij niet waard. Als je het kruis niet opneemt en mij volgt, ben je mij niet waard. Iedereen die zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar iedereen die zijn leven verliest, omdat hij van mij houdt, die zal juist leven krijgen. Prachtige woorden, prachtige beloften. De mensen die naar Jezus luisteren, die wisten, die kenden, dat die doodstraf van de Romeinen door kruisiging. Iemand die gekruisigd ging worden, die moest zijn eigen kruis dragen tot aan de plaats waar hij zou gekruisigd worden. Dus ze begrepen heel goed dat het kruis opnemen verband hield met de dood. Het opgeven van ons eigen leven, om dan Jezus te volgen en voor hem te leven. Dus die tweede soort aarde stelt mensen voor die Gods woord horen. Ze zijn heel enthousiast. Ze denken dat alles van een leien dakje zal lopen voortaan. Dat ze gaan voorspoedig zijn. Dat iedereen heel vriendelijk zal zijn met hen. Maar die mensen hebben ook soms een verdeeld hart. Ze hebben nog hun eigen ik, dat ze niet helemaal hebben opgegeven. Ze hebben niet genoeg vocht van de Heilige Geest, want we weten dat dat vocht, die regen, dat water, de Heilige Geest voorstelt. Hun hart is nog van steen. En als de zon opkomt, als de beproevingen opkomen, de zon schijnt, dan vallen ze aan de kant van de weg. En uiteindelijk, zegt de Bijbel, zijn ze verloren. Dan zijn ze verloren. Want dat zaad heeft geen vruchten gedragen. En ze hebben niet volhard tot het einde. De mensen van de steenachtige grond aanvaarden de waarheid op een oppervlakkige manier. Ze proberen twee meesters te dienen. Ze aanvaarden Jezus wanneer de emoties heel hoog zijn, wanneer de gevoelens de overhand hebben. Maar
Zodra moeilijkheden komen, keren ze de rug, draaien ze de rug toe aan Jezus. Dan komen we aan de derde soort aarde. En wat is de derde soort aarde? Het is die aarde met de doornen en de distelen. Met die doornen. Doornen en distelen, dat is min of meer hetzelfde. Het piekt alle twee. En het is niet plezant om daarin te lopen. Dus een deel van het zaad valt tussen de doornen of doorns. De aarde was goed, maar er waren doorns, doornen. Lucas 8, 14. Wat staat er geschreven? Er staat, het zaad dat tussen de distels valt, zijn de mensen die eerst het woord wel geloven, maar ze maken zich aldoor zorgen. En omdat ze rijk zijn, en van de mooie dingen van de wereld houden, wordt het woord verstikt en er groeit geen vrucht aan. Marcus 4:19. Bij hen komen de zorgen van de wereld. En wie heeft er allemaal geen zorgen? Maar hier is, wat doe je met die zorgen? Zorgen van de wereld, de huizen, de auto's, de facturen die we moeten betalen, het geld dat we hebben of niet hebben. Sommigen hebben er te veel, anderen hebben er niet genoeg. En die dingen zijn in zichzelf niet verkeerd. Hangt af hoe we ermee omgaan. En er staat er ook bij, omdat ze rijk zijn. In Lucas zegt men, en van de mooie dingen van de wereld houden, dus die mensen met dat hart, van de mooie dingen van de wereld houden, de plezieren van het leven. Dus wereldsgezindheid. Marcus zegt, die verstikken het woord en het woord heeft geen vrucht, doornen, distelen, doornen. Wat stelt dat voor in de Bijbel? In Genesis 3, vers 18. Daar spreken ze over de gevolgen van de zonde. En wat zijn de gevolgen? Vers 18. Er zullen doorns en distels op je akkers groeien. Doorns en distels. Wat stelt dat voor? Dat stelt de zonde voor. De zonde komt erbij, de plezieren van de wereld, de zorgen van de wereld, de verleiding van de rijkdom. Al die dingen verstikken de plant die begint te groeien, maar die niet tot volwassenheid kan komen. In de Bijbel vinden we ook een voorbeeld. En dat is het voorbeeld van de rijke jongeling. De rijke jongeling. Geen gewone jongeling, maar een rijke jongeling. En die kwam tot Jezus. Die rijke jongeling had gezien hoe Jezus met de kinderen omging. Hoe hij hen zegende. Hoe hij hen lief had. En die rijke jongeling, die jongeman, die zegt, man, dat is fantastisch. Die man, ik hou van hem. Ik zou ook willen bij hem zijn. En hij kwam tot Jezus en hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En wat zei Jezus? Zeg halleluja? Nee, hij zegt, onderhoud Gods geboden. Welke? Ja, zijn er zoveel. En dan begint Jezus er 6 te noemen. 6 geboden. De laatste 6 van de 10 geboden. En wat zegt die jonge man? Hij zegt, maar ik heb dat allemaal gedaan sinds ik een kind was. Ziet hoe goed ik ben. Misschien is er nog iets anders dat ik kan doen. En Jezus kijkt hem aan en hij zegt,
indien je volmaakt wil zijn, ga en verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. En wat gaat er dan gebeuren? Je gaat een schat in de hemel hebben. En kom dan, en dan gaat ge mij volgen. Wat staat er nog bij? Die jonge man ging direct alles gaan verkopen wat hij niet meer nodig had om te leven. En hij volgde Jezus. Is dat het besluit van dat verhaaltje? Nee, wat is het? Ik weet het niet meer. Maar nee, hij ging weg. Hij ging weg toen hij dat hoorde. En op welke manier ging hij weg? Bedroefd. En waarom? Omdat hij vele bezittingen had. Dus hij liet toe dat de verleiding van de rijkdom het zaad in zijn hart deed stikken. Veel Adventisten die zeggen, ik heb geen problemen met het geld. Ik weet heel goed hoe ermee om te gaan. En er wordt meer en meer opgestapeld. En Gods werk verkwijnt. Het gaat niet vooruit. Want om evangelisatie te doen, is er veel geld nodig. Maar er zal een tijd komen, wanneer de mensen gaan uitroepen, waarom heb ik mijn geld niet gebruikt? Waarom heb ik het niet geïnvesteerd in het koninkrijk van God om het evangelie te verkondigen? Waarom heb ik al dat geld voor mij gehouden, opgestapeld? Want we lezen in de Bijbel dat er een tijd zal komen dat we niet meer gaan kunnen kopen of verkopen. Maar dan zal het te laat zijn. De Bijbel spreekt over de verleiding van de rijkdommen die wat geweest is. De ondergang van hun ziel. Wat betekent dat? Dat ze verloren zijn omdat ze aan hun rijkdommen vasthielden. Ze niet konden loslaten. Paulus die spreekt daarover. En die kan er en mag erover spreken. Want Paulus die was niet rijk. Maar die kende de gevaren van het rijk zijn. 1 Timotheus 6, 9 en 10. 1 Timotheus 6, 9 en 10. We gaan dat eens heel aandachtig lezen en zien wat erin staat. En we gaan vaststellen dat geld en rijkdom niet slecht zijn. Hoe kan men nu zeggen dat geld slecht is? Dat rijkdom slecht is? Het is niet slecht. Moest ik meer geld hebben? Zou ik meer kunnen doen wat ik wil doen? Het is niet slecht. En rijkdom is niet slecht. Gelukkig dat er nog rijke mensen zijn in de kerk. Anders zou 3ABN sedert lange tijd de deuren moeten gesloten hebben. Of hadden ze nooit kunnen beginnen. Maar er zijn mensen die gesteund hebben. En onze onkel David, David Gates met al zijn radio- en televisie-uitzendingen. Wat staat er in vers 9 en 10? Maar mensen die graag rijk willen worden, lopen in de val van de duivel. Ze krijgen allerlei dwaze en verkeerde verlangens, waardoor het langzaam maar zeker slecht met hen afloopt. Want het verlangen naar geld is de bron van al het kwaad. Sommige mensen zijn het geloof kwijtgeraakt en in allerlei ellende terechtgekomen doordat ze zo graag rijk wilden worden. Dus het gaat hier niet over rijke mensen, maar het gaat over arme mensen die rijk willen worden. Die voortdurend verlangen naar meer en meer en meer geld.
Ze verlangen om rijk te worden. En in vers 10 staat dat het niet het geld is dat de bron is van alle kwaad, maar dat het is het verlangen naar geld. Mensen die rijk zouden willen worden. Veel rijke mensen zijn echt ellendig en ongelukkig. Want ze zijn bang dat ze hun geld gaan verliezen. En anderen die willen nog altijd maar meer en meer. En Jezus geeft een gelijkenis in Lucas 12 vers 15. Lucas 12 vers 15. Jezus beschrijft een persoon, zo'n persoon. Hij zei tegen de mensen, let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je hebben wil, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet voor je, van jezelf. Hij legde hun dat uit met een verhaal. Er was een rijke man. Zijn akkers hadden grote oogst opgeleverd. En hij dacht bij zichzelf, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte genoeg om de hele oogst op te bergen. Je ziet het probleem van de rijken. Problemen van de rijken. Mijn haar is te klein om al mijn auto's in te zetten. Maar ik kan een andere zetten die veel groter is. Hij bedacht, ik weet al iets. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere schuren bouwen. Daar zal ik dan al mijn graan en al mijn rijkdommen in opbergen. Nu heb ik heel veel. Het is genoeg voor jaren. Nu kan ik rustig aandoen. Ik ga lekker eten en drinken en feest vieren. En wat zei God tegen die mens? Jij dwaas, vannacht nog zal je leven van je teruggevraagd worden. En voor wie heb je dan zoveel verzameld? Jezus zei, de staat die had er ongeveer 20, 30, 40, 50% van afnemen. En dan... De erfgenamen die je niet kent, die nooit gekomen zijn, maar die ineens gaan opdagen, die Jezus niet lief hebben, die gaan komen en die gaan met alles weglopen. Zo zal het gaan met de mensen die voor zichzelf schatten verzamelen, maar geen schat hebben bij God. Dus dat is wat de Bijbel zegt. En in Johannes 2:15, daar staat, houd niet van de wereld en van de dingen die van de wereld zijn. We leven in de laatste dagen van de geschiedenis. En we kunnen rondom ons kijken en we zien wat er gebeurt. Wat doen we met de middelen die God ons gegeven heeft en die we niet nodig hebben? Investeren we die in Gods koninkrijk? We moeten wakker worden uit onze slaap. In sommige kerken doen ze aan opwekkingsvergaderingen. Dat betekent dat iedereen aan het slapen is, anders gaat je niet opwekking. Of misschien dat iedereen al dood is, want anders gaat je niet opwekken. In Lucas 21 vers 34, daar staat, laat je niet afleiden door altijd maar te feesten of door je steeds zorgen te maken over de dagelijkse dingen. Want dan overkomt die dag is de wederkomst van Jezus, jullie onverwachts, als een val die plotseling dichtklapt. In Ezekiel 7 vers 19, daar staat dat wanneer Gods toorn zal uitgestort worden, dat is ook zijn terugkomst, zijn wederkomst, over de wereld, mensen... Ze gaan hun hout en hun zilver in de straten werpen. De mensen die zeggen, het brengt geen interesse meer op, je moet hout kopen. Wat gaan ze kunnen doen met hun hout? Met hun hout in de straten werpen. Ezekiel 18, 19.
Ze zullen bang en radeloos zijn. Ja, als Jezus terugkomt, is het geweldig. He? Dat is hier een beschrijving. In Openbaring staan er andere beschrijvingen. Hoe de mensen gaan reageren. Ze zullen bang en radeloos zijn. Ze zullen zich verschrikkelijk schamen voor alles wat er met hen gebeurt. Ze kunnen hun zilver en hout wel op straat gooien, want ze hebben er niets meer aan. Het kan hen niet redden op de dag dat ik hen straf. Ze kunnen het niet eten. Ze kunnen er hun magen niet mee vullen. Door hun hout en zilver zijn ze mij ongehoorzaam geworden. Daarvoor zullen ze nu veroordeeld worden. En die mensen gaan zeggen, tot wat dient het allemaal? We zijn voor eeuwig verloren. Hun zilver, hun hout werd totaal waardeloos. Gelukkig is er een vierde soort aarde. En dat is de beste, een vierde soort aarde, een vierde hart. Een hart, de aarde waar het zaad in viel. De goede aarde, Lucas 8 vers 15. Het zaad dat in de goede aarde valt, zijn de mensen, welk soort mensen zijn dat? Die met een goed en met een gelovig hart het woord horen, er gehoorzaam aan zijn en het vasthouden. Daardoor groeit er aan hen veel vrucht. Horen, het geloven en eraan vasthouden. Het gehoorzamen, het in de praktijk omzetten. Het goede zaad zijn zij die het woord horen, die het bewaren en die geduldig met veel geduld en langmoedigheid vruchten voortbrengen voor de eeuwigheid. God wil zijn woord in ons hart planten, zaaien. Wat zal er dan gebeuren? In de goede aarde zal de Heilige Geest het zaad doen kiemen en het zal vruchten voortbrengen. Het zal opschieten, vruchten voorbrengen voor Gods eer en heerlijkheid. In Openbaring 1 vers 3, daar staat er, zalig is hij die leest, heel belangrijk, lezen, en zij die horen, heel belangrijk, want het geloof komt door het horen, de woorden van deze profetie, en die dat bewaren, hetgeen erin geschreven is, het bewaren, het in de praktijk, het doen. Het doen, het gehoorzamen. Lezen, horen, houden, bewaren. Johannes 4:23. Wat staat er in Johannes 4:23? Jezus zei, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Ze zeggen, volhouden tot het einde toe. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Ze zullen in hem wonen. Prachtige uitdrukking, prachtige beloften. Prachtige beloften. Ik en mijn vader, wij gaan bij jullie komen wonen. Jacobus 1:22. Die spreekt ook over dat luisteren en doen. Luister niet alleen naar het woord. Dat is het begin, toen naar luisteren. Maar wat moet er dan gebeuren? Doe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de hek. Of een andere vertaling, dan bedrieg je jezelf. In Matthäus 7, 21 tot 23. En daar gaat het over christenen, veel christenen, die op het einde Gods woord gaan horen, maar het niet zullen doen. En dan zijn ze verloren. En dan zijn ze verwonderd. Waarom zijn wij verloren, Heere? En Jezus zegt, niet iedereen die tegen mij zegt, Heer, Heer, zal het Koninkrijk van God binnengaan? Wie zal het Koninkrijk van God binnengaan? Alleen
Niet moeilijk om te begrijpen. De mensen die mijn hemelse vader willen gehoorzamen, mogen binnenkomen. Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen mij zeggen, en die mensen zijn christenen, want ze doen alles in de naam van Jezus. Heidenen en atheïsten, die doen dat niet in de naam van Jezus. Heer, Heer, zeggen ze, we hebben toch in uw naam geprofeteerd. We hebben in uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd. En in uw naam allerlei wonderen gedaan. En wat zal Jezus dan tegen hen zeggen? Ik heb jullie nooit gekend, ga weg. Jullie wilden mij nooit gehoorzamen. Het zijn christenen. Droeven. Ze deden alles in de naam van Jezus. En Jezus gaat tegen hen zeggen, wanneer ze gaan opstaan, wanneer ze gaan zien. Maar wat zijn nou die heiligen? Iedereen dat ik zie, dat zijn van die dronkaards en van die slechte mensen die rondom ons zijn. En we dachten in de hemel te komen. Wat zegt Jezus? Nee, volstaat niet van te zeggen, Heere, Heere. We moeten ook de daden zien. Hij zal zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Nooit gekend. Jullie wilden me niet gehoorzamen. Je deed niet wat ik vroeg. En Jezus heeft dan een gelijkenis over dat huis dat gebouwd wordt op de rots en op het zand. En de man die op de rots bouwt, men zegt dat die man wijs was, dat hij een wijze man was. Waarom? De Bijbel zegt, waarom was hij wijs? Omdat hij het woord gehoord had en omdat hij het ook deed. Hij gehoorzaamde het woord. En een wind is gekomen, het heeft geregend, gewaaid en gestormd. Maar zijn huis is niet gevallen. Het is overeind gebleven. Want het was gebouwd op de rots, de Zoon van God. Wie bouwt op de rots? De Zoon van God. Wat betekent zijn huis bouwen op de rots? Het betekent dat je Gods woord gehoorzaamt. En dat je het volgt en doet. En dat je er ook naar luistert. En daarom zeggen de goede Bijbels in Openbaring 22 vers 14. Want zij, hoofdstuk 14, ja, 14 vers, nee, 22 vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Waarom? Waarom zijn die mensen zalig? Wat is het gevolg? Wat gaat er gebeuren? Zij mogen eten van de boom des levens. Ze mogen door de poorten de stad binnengaan. Alleen zij die Gods woord horen en het ook doen, zullen veilig zijn op die grote dag, wanneer Jezus terugkomt. God wil het zaad van het evangelie in de aarde van onze hart planten, opdat het zou groeien en vrucht dragen. We hebben de invloed van de Heilige Geest nodig, opdat de plant zou kiemen, groeien, wortels schieten en standvastig blijven. Ons karakter wordt zoals dat waar we onze tijd mee doorbrengen. Als we het grootste deel van onze tijd doorbrengen voor de televisie, naar het luisteren van wereldse muziek, computerspelletjes of andere nutteloze dingen, dan gaat dat karakter zo ook weerspiegeld worden. Maar wanneer we toelaten dat Gods woord in onze geest, in ons hart binnendringt, dat we er naar luisteren,
dat we het volgen, dat we het behouden, dat we Bijbelstudie doen, dat we naar goede preken luisteren, dan gaan we meer en meer gelijken op Jezus. We worden veranderd door hetgeen we aanschouwen. Bijbels principe. 4 soorten aarde. 3 van die aarden zijn slechte, gaan verloren. 1 ervan is goed en zal gered worden in Gods koninkrijk. Welke aarde zijn wij? Welke mensen zijn wij? Welk hart hebben wij? Als het zaad in ons hart valt, zal het langs de weg vallen? Zal het in de keien vallen? Zal het in de doorns en de distels vallen? Of valt het in de goede aarde, op de goede plaats? We moeten een goede aarde luisteraar zijn. En onze keuze bepaalt onze eeuwige toekomst. Wat we kiezen zal als gevolg hebben dat we aan de kant van Satan zijn of aan de kant van God. Dat we verloren zullen zijn of dat we gered zullen zijn. En ik bid God dat we allemaal harten zouden hebben met goede aarde, waar het zaad, waar het woord van God, waar de waarheid kan in groeien, in bloeien en vrucht voortbrengen voor de eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.